Hoe benieuwd ben je naar Frenkie de Jong bij Barcelona? Denk je dat hij meteen een basisplaats kan veroveren? Ik denk het wel. Ik denk dat Frenkie de Jong genoeg kwaliteit heeft om dat te doen. Het zal wel moeilijk worden. Ook maar moet hij wennen aan de cultuur, aan de taal, dus aan de communicatie. Dus hij zal wat tijd nodig hebben, maar hij gaat er wel komen. Ja. Kijk je daar met extra aandacht naar, omdat je natuurlijk ook een middenvelder was? Ja, zeker weten. Dus zeker in dat aspect kijk ik er zeker naar. Maar ook hoe die zich ontwikkelt als speler zelf. In het fysieke vooral. In heel veel wedstrijden spelen. Nou, dit seizoen was toevallig heel extreem met Ajax. Maar dat zijn allemaal dingen die erbij komen. Extra druk. Want van Barcelona moet ook een keer de Champions League winnen. Hè? Dus er wordt anders naar je gekeken. Het leven in Spanje is sowieso anders. Dat is 100 keer erger dan in Nederland. Dat zijn allemaal dingen waar ik benieuwd naar ben. Ja, en natuurlijk de manier van spelen. Want bij Ajax dribbelt hij natuurlijk veel met de bal. Mensen zeggen, ja, dat gaat hij bij Barcelona helemaal niet kunnen doen. Ligt eraan waar die staat. Als hij misschien eens een keer als een centrale verdediger speelt, dan kan hij wel weer indribbelen. Maar hij kan niet dribbelen als hij bijvoorbeeld op de 8-positie staat. Want meestal alle teams verdedigen tegen Barcelona en is er helemaal geen ruimte. Dus dat zal moeilijk worden. Ik denk op de 6-positie kan hij eigenlijk een beetje hetzelfde spelen als Ajax. Maar dat staat Busquets. Dus daarom ben ik benieuwd waar hij gaat spelen. Want op de 8-positie wat meer aanvallender. En dan moet hij eigenlijk doelpunten gaan maken en ook steekpasen gaan geven en heel snel pasen. Dus ik denk meer als hij iets meer naar achter gaat, dan kan hij ook weer dribbelen. Dus ik ben hem echt benieuwd. Ja, zou dat een optie zijn, een centrale verdediger bij Barcelona, Frenkie de Jong? Dat kan, hangt er vanaf hoe de tegenstander speelt. Het zal zeker een optie zijn als ze extreem verdedigen. Want dan heb je iemand nodig die ook in kan dribbelen. Een overtal kan creëren juist op het middenveld. Maar ik denk dat Frenkie de Jong gewoon op de 6-positie op een gegeven moment voor de toekomst gehaald is. Busquets gaat ook, denk ik, stoppen binnenkort. Of misschien volgend jaar. Dus dan is hij er al en dan is hij klaar voor de volgende stap. De Jong en de Ligt zijn de enige twee die naar de absolute top gaan volgens jou? Ja, omdat die overal kunnen spelen. Maakt niet uit van welke speelstijl. Frenkie de Jong pas je in elk team toe. Matthijs de Ligt ook, of je nou aanvallend speelt. En hij kan met de ruimte in de rug spelen, maar ook verdedigend kan hij spelen. En de rest is toch afhankelijk van een bepaalde speelstijl. En dat is denk ik het verschil tussen de absolute wereldtop en net iets onder. Bijvoorbeeld ik kon niet spelen in Engeland, want dan moest ik heel veel powervoetbal spelen. Ik was een type die voetballer moest zijn. Dus ik was net niet geschikt voor de absolute top, maar wel net onder, zeg maar, bij Valencia. Dus je moet ook kijken naar een bepaalde speelstijl die bij je past. En daar moet bijvoorbeeld een Donny van de Beek en een Ziyech moet daar natuurlijk ook naar kijken. Kijk, Ziyech moet niet in een team komen waar hij moet gaan verdedigen bijvoorbeeld. Donny van de Beek ook niet, want dan kan hij niet die runs maken om in de 16 te komen. Dus dat zijn echt wel leuke ontwikkelingen om te gaan volgen. Zijn dat spelers die jij schaart onder de rest, wat je zegt net? Ja, maar dan schaar ik ze er zeg maar net iets onder. Maar ze zouden ook wel bij de absolute top kunnen spelen. Dat niveau hebben ze wel, maar weet ik niet of ze direct basisspelers zouden zijn. En ik denk dat Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong echt direct basisspelers kunnen zijn. En bijvoorbeeld Donny van de Beek is afhankelijk van hoe er gespeeld wordt qua speelstijl dan.